Ja, ik durf haast niet naar binnen te lopen. Ik heb geen gehoorbeschermers, ik ben al dood. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuw video van AVP Vuurwerk. Nee, ik zal maar niet proberen om Haags te praten, want dat kan ik helemaal niet. Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuw video van AVP Vuurwerk. Ik ben weer onderweg voor dit keer. En dit keer naar inderdaad de Rijswijkse Vuurwerkhal in Rijswijk. Even kijken of het allemaal goed gaat, want we zijn er bijna. De voorbereidingen zijn in gang gezet voor de verkoop van dit jaar, 2023. En we gaan eens kijken bij Frits Broks, de eigenaar, hoe het eraan toe gaat. Ja, ze hebben ook sinds een aantal jaar de Zoetermeerse Vuurwerkhal. Dus wellicht dat we ook nog even gaan kijken. En we gaan ook vragen hoe het gaat met de voorbereidingen voor de demo die eraan komt. Die komt ook binnen een paar dagen. Het is vandaag woensdag 6 december 2023. En ja, blijf even kijken. Geef een duimpje voor deze video. En abonneer even op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Het zou wel top zijn als jullie dat doen. Helemaal geweldig. En blijf kijken. Zo, we zijn bij de Rijswijkse Vuurwerkhal, in de Rijswijk natuurlijk. En ja, ik ga eens even kijken of hier wat vuurwerk te halen is. Even kijken hoor. Oh, zo. Ik denk dat we op de goede locatie zitten. Hier zijn we goed. Het ziet er al vuurwerkachtig uit. Ja, dat is hem. Ze zijn nog bezig met ombouwen. Dus eens even kijken of we hier nog wat kunnen krijgen. Eens even kijken. Oh, hey. Oh, even kijken. Hey. Hey Frits. Hey Arjen. Hey, goedemorgen nog. Goedemorgen. Hey, hoe is het? Nou, zoals je ziet, druk bezig met de dummies ophangen en prijsjes opplakken en de oude museumstukken. Oh, dit is jouw museum. De museumstukken. Ja, we twijfelen nog even aan of we ze dit jaar laten liggen, want we krijgen zoveel vragen. Ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat. En de Chinese rollen, vuurpijlen, crazy balls. Ja, grondbloemen met knal, ja, het mag helaas allemaal niet meer. Maar wel een mooi museum. Ja. Hey, maar daar kan ik al wat meenemen? Nou, meenemen niet. Ja, meenemen kan wel. F1 vuurwerk. Maar ik denk dat je daar net iets te groot voor bent. Oké. Okay, ja, hey, maar het ziet er nog, nog een beetje... Ja, het ziet er nog een beetje uit. Vuurwerkachtig uit, zeg maar. Wat, ja, wordt aan gewerkt. Er moet over zaterdag om 10 uur gaan we open. Dus dan hopen we zover te zijn. Ja, er komen ook nog wat dummies binnen wat later. En we schieten op de demo maandagavond nog artikelen waar we geen dummies van hebben. Dus dat, die pakken we dan gelijk weer op daar. Ja. Die worden opgehangen. Ja. Want jullie hebben een demo maandag? Ja, maandag. De 11e toch? De 11e. In Zoetermeer. Bij het Stadshart. Bij de markt. Bij Grote Dobbe heet dat. En daar Van Herwijnen deed altijd vroeger zijn demo daar. Ja. En wij hebben het eigenlijk overgenomen van hem. Dus dat het elk jaar de traditie blijft. Oké, dus allemaal naar Zoetermeer maandag. Dus allemaal naar Zoetermeer maandag. Okay. Ja, we hadden het eerst bij de Silverdome, maar toen moesten we zelfs op de snelweg die werd geblokkeerd. Oeh, de afrit moesten we de verkeersregels neergezetten. Dus ja, dat was even minder. Maar in Stadshart is het geen probleem, maar de parkeerplek zat s'avonds. Okay. Nou, en we staan er weer bijna klaar voor, hè, op zich. De verkoop begint bijna weer. Dus, de verkoop is al begonnen. 8 november ging de webwinkel open. Het loopt weer storm, het is onvoorstelbaar. Ja. Nou, vorig jaar dachten we van het wordt wat rustiger, maar het wordt alleen maar drukker. En omdat er vorig jaar schaarste was, en dit jaar waarschijnlijk ook weer, zijn de mensen bang dat ze de laatste dagen gewoon met lege winkels, terechtkomen. Dus zeker in de voorverkoop sla je slag, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. En het is voordeliger, hè? Ja, kortingen. Ja, gewoon extra vuurwerk, percentages en de prijzen zijn wat goedkoper. Omdat we in de voorverkoop pak ik zelf allemaal in. Ja. En los verkoop, er staan hier 40 man rond te huppelen. Ja, 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 ja. Dus die kosten veel meer geld. Nou, de tijd is hier wel weer aangebroken van de mooie dagen. Dat ja, zeker. Een beetje goed weer, dat zou helemaal mooi zijn. Nou, dat zou zijn. Geen sneeuw en zo en ijzel. En geen sneeuw, ijzel, gaat er 15, zonnetje overdag. Ja. Nee. Het zou mooi zijn. Hey, en deze dummies, zijn dat al nieuwe die daar hangen? Of is dat van vorig jaar? Het gedeelte is nieuw. Oh, ja. Eens even kijken, welke hebben we? Ja, ik krijg nog nieuwe dummies binnen. Ja, ja, even. Ja. Ik zit even te kijken welke we nou nog niet hadden. Volgens mij deze Festival La Palma is een nieuwe. Ja, dat staat ook opnieuw. Ja, logisch. Ja. Dan hadden we een pakket, maar dat was, werd heel weinig geleverd. Die is eigenlijk verkocht, die heb ik maar niet opgehangen. Maar de gewone pakketten gaan er eigenlijk een beetje uit. Want in verband met de nieuwe eisen die ze hebben. Tegenwoordig zit er een,
ja, worden ze een beetje opgevuld. Ze mogen niet meer te hoog zijn. En dan worden ze opgevuld met een soort schuimplastic. Oh. Ja. Kijk, deze is bijvoorbeeld 15 spots. Ja. Als je dan kijkt, dan zie je dat. Oh ja. Ja, alleen maar om de stabiliteit, want iedereen wil van die voetjes willen we af. Dat zijn afspraken gemaakt met de overheid, dat de voetjes eronder vandaan moeten. Ja, natuurlijk zijn er wel wat met voetjes, maar die gaan in de toekomst allemaal uit. Nou, dat ziet er wel mooi uit. Ja. Kleine potjes en die hele wand komt vol te hangen neem ik aan. Hè? Dat is allemaal, ja, er komt nog wel meer bij. Ik heb nog wat dumbum knalcakes, die moeten hier nog komen. Oh. En die schieten we op de demo. Dus dan heb ik gelijk dummies. Ah, dat is wel mooi. Ja. Afgestoken en dan hup ophangen. Ja. Oké. Hey, en dit is een 50.000 kilo locatie, hè? Ja. Amai, een van de weinigen van Zuid-Holland, klopt hè? Ik heb geen idee. Zuid-Holland zit er. Ja, zijn wij geloof ik de enige. Ja, toch hè? Ja. Ja, hey. Wat ontdekt dat 10.000 een beetje te weinig was. Ja, daar ben je te groot voor geworden inmiddels. Ja. Hey, en die bunkers worden nu volgegooid. Want krijg je nou nog een levering vandaag? Of is het... We krijgen, als het goed is, krijgen we nog Rubro vandaag. Rubro? Oké. Okay. 7 pallets. Dus oké. Okay. Nou, ja, er zijn er nog 2 wat later, want die containers zijn nog niet allemaal binnen. Ja, ja. Dus, nou, misschien kunnen we eens naar de bunker even kijken. Ja, dat is goed. Ik volg jou gewoon. Loop achter me aan. Ja, natuurlijk. Let niet op de rommel. Nee, druk hè. Zo. Kijk eens. Nou ja, dit is de eerste onpakbunker. Hier mag 5000 kilo liggen. 5000 kilo? Onverpakt. Ja. Ja, er ligt daar bijna niks. Ja, wat kat 1 spul. En, ja, titanium tunder, die had ik bij Broekhoff nog vandaan. De laatste kartons, een stuk of 30 geloof ik. Ja. Die gaan er ook weer uit. 1 plus 1 gratis. Ja, dat staat nog helemaal leeg. Hè? Dat klinkt gewoon hol hier. Ja, dat klinkt echt hol. Nee, maar het staat helemaal stampvol. Ja. Want je zou in principe wel 5000 kilo kwijt kunnen, maar dan kan je niet meer lopen waarschijnlijk. Dus. Nee, precies. Ja. Maar het is wel lekker dat je geen zorgen hoeft te maken over de kilo's. Dat is gewoon heel belangrijk. Binnen een paar dagen staat het hier helemaal vol. Ja. En krijg je nou veel leveringen op een dag? Of is dat een beetje verspreid? Tijdens de verkoopdagen krijgen we hier, ik denk, een levering of 4 per dag. Oké. Dus, en wordt dat hier aan de voorkant erin gegaan? Nee, aan de achterkant. Oh, je hebt hier dan nog een laten los soort van? Ja, we hebben eigenlijk achterterrein, dat is wel makkelijk. Ja, we hebben hier ook een bunker. Ja, hier gaan dan meestal de bestellingen. Hier worden bestellingen ingepakt. Oh, ja. Maar daar, die worden dan hier gesorteerd. Oh, ja. Op nummer gezet. Oh, ja. Ja. En dit staat dan helemaal vol met bestellingen. Dat is wel hoog. En hier staat nog een beetje los vuurwerk van vorig jaar. Oh, kijk. Dat gaat allemaal naar je naast. Ja. Ja, en fakkels die verkopen het hele jaar door. Oh, ja. Dat is altijd wel wat te vieren ergens. Ja, toch? Ja, dat gaat het hele jaar door. Man. Ja. Ja, precies. Ja, mooi. Mooie keetjes. China Red, hè? Ja, het zijn er net Wolf. Ja, precies. Die, dat is van Leslie, Sweet Lake Chaos. Die gaat dan naar Zoetermeer toe nog. Ah ja. Hier een aangebroken Hakuna Matata. Ik weet niet waar die andere kijk is geleden. Even kijken, Zoetermeer. Ja. Dit is van Special Fireworks. Ja. En dit is er ook weer veel meer van, want dat liep storm vorig jaar. Oké. Ja. Het ziet er wel, het zijn wel mooie kleine potjes eigenlijk. Ja, maar nog met het voetje. Het voetje inderdaad. Ja. Oh ja. Ja. Okay. Ja, je moet het de mensen uit blijven leggen, hè? Want elke keer zetten ze weer zo neer. Terwijl als ze wat anders kopen, lezen ze wel de gebruiksaanwijzing, maar... Ja, met vuurwerk niet. Vuurwerk absoluut niet. Dan ja, een beetje alcohol erin, dan wordt het ook al minder, hè? En om 11:30 s'avonds, oudjesavond, dan moet er nog even wat vuurwerk. Oh, ik zie nog een kooi omheen. Dan leveren wij alles zonder kooi, hoor. Dat doen we de meeste niet aan. Ja. In het ergste geval knippen we de bandjes door, dat ze het wel normaal uit kunnen pakken. Ja, een mooie opslag, Frits. Ja leeg, maar leeg. Binnen een paar dagen staat het goed vol, denk ik. Ja, als we omgaan, even kijken. Oh ja. Dan kom je in de koelcel. Kijk eens. Ja, de deur is helemaal dicht. Oh ja, het is hier wel fris. Ja. Maar je ziet dat vuurwerk wat geleverd wordt, die is ook allemaal koud. Ja. Ja, en als je dan in een warme ruimte komt, dan krijg je weer condens op dat vuurwerk. Ja, precies. Je staat er wel vol en al, hè? Ja. Ja, dit plukje is eigenlijk van vorig jaar nog over, maar bijna alleen maar kat 1 vuurwerk. Dus dat hebben we eigenlijk haast niet meer ingekocht. Hmm. En dan staat er in Zoetermeer ook nog wat van het spul. Ja, want jullie doen ook Zoetermeer, hè? Ja. Hoeveelste jaar is het nou al? Dit wordt het 7e jaar. Oh, 7 jaar al? 2 jaar niet verkocht. En vorig jaar liep het storm. En ook gewoon bijna leeg vorig jaar. We hebben extra spul moeten kopen bij importeurs. Okay. Want het was echt niet normaal. Tja,
En nu hebben we eigenlijk van alles meer dan genoeg. Er staat genoeg. Ja, er staat hier genoeg. Pelletje Wipeout, ja, daar heb ik er ook een paar honderd van. Tjonge. Want dat loopt allemaal, ja, als de prijzen leuk zijn dan... Oh, de Wipeout. Ja. Screaming Elevator, nou die zaten vorig jaar in een kooi. En toen kwamen ze erachter dat het heel gevaarlijk was, massa explosief, omdat die kooi er omheen zat. Dus dat moest weer gauw uitgepakt worden en de ompakbunker gezet worden. Nu zijn ze zonder kooi, dus dat scheelt ons weer werk. Ja, dat is wel lekker dan. Ja, en die kooi zit er eigenlijk alleen om voor transport, dat het vuurwerk niet verder dan 15 meter buiten de plek komt waar het afbrandt, zeg maar. Ja, precies. Ja. En hoeveel kilo mag je hier dan opslaan? Hier mag 39.999 kilo. Oh, dus bij elkaar is de vergunning 49.999. Ja. Oh ja. En waarom niet 50? Is dat... Nou, 50 is hartstikke mooi, maar dan zeggen ze ja, het is van 50 tot 100.000. Dan moet ik weer een hele andere eisen voldoen. Oh. Dus ik denk, nou, die ene kilo minder. Ja. Daar werken we niks van. Dat heeft dan te maken met de provincie of zelfs. Ja, ik heb ooit eens een kort geding gehad van een bedrijf aan de overkant. Ja. En toen ging het om een opslag van 1000 kilo extra op het achterterrein. Ja. En toen zeiden ze ja, dat is van 1000 tot 5000 tot 2000. En toen waren er andere afstandseisen. Ja, ja. En toen verloor ik dat op die ene kilo. Dus ik denk, het zal maar niet meer gebeuren dat we die dat ik voor die ene kilo ineens weer ellende krijg. Dus het is officieel 49.999 kilo. Oké. Ja. Nou, je adverteert met 50. Ja, een beetje smokkelen toch? Daar hebben we rond het netjes af. Oké, ja. Nou ja, net als de mensen die mogen. Het zit altijd onder die 25 kilo natuurlijk, hè? Dus dat is goed. Ja, maar het is bruto, hè? Ja. En in die bunkers mag ik weer 10.000 losleggen. Ja. Maar dat is, die 10.000 is eigenlijk al, ik denk, 12.000 kilo. Ja. Als je de kooi eraf haalt en de karton. Dus. Ja, ik snap het. Nou ja, het is hier goed koel en het staat er lekker bij, Frits. Ja. Het is nogal hoog hier, inderdaad. Kijk, wij zien natuurlijk regelmatig 10.000 kilo locaties en dat is het veel lager. Ik mag hier 3,60 meter hoog stapelen. Dus, ja. Oh, oké. Okay. Ja. En dat doen we dan ook. Ja, tot de nok. En is dat tot aan het gaas, zeg maar, daarboven? Ja, meestal heeft het iets lager, want als je moet gaan klimmen, dat schiet ook niet op. Nee, precies. Dan moet je een ladder erbij hebben. Ja. Hey, en dan gaat de hele tijdens de verkoopdagen, dit gaat af en aan, wordt continu gevuld. Ja, tijdens de verkoopdagen staat er nog veel voller. Ja. Want we hebben nog niet alles binnen, dus goed is vandaag nog 7 pallets. Zo. En dit moet even nog netjes neergezet worden, want het is zo uitgepakt en geteld. Ja, precies. Ja. En dan heb je hier om de hoek dan die laten los of zo? Of hoe werkt dat? Ja, ik heb dan hebben een zijdeur. Ja, die zit geloof ik op slot nou. Oh, tuurlijk. Even kijken. Ja. Oh, ik ga even een sleutelpakket. Oh, ja. Even kijken. Goed. Lekker makkelijk. Oh ja, met hier buiten. Kijk. Nu zijn we buiten. Ja. Nou, dat vuurwerk komt binnen hier. Dat wordt hier onderaf, als het heel veel pallets zijn, hier neergezet. Ja. Dan gaan de pallets één voor één de grote bunker in. Ja. Worden ze uitgepakt, geteld. Ja. En dan de volgende. En hier hebben we een pers. Oh ja. Een kartonpers. Ja. Ja. En dan komt hier aan de zijkant komt nog een heel... bouwhekken komen daar te staan voor de kooien. Oh ja. Ja. Nou, kijk eens. Ja, die hebben ze gisteren neergezet. Ja, die aanhangers gaan nog weg. Ja. Die gebruiken we niet. Dus, mooie, hier staan de Pyropex. Mooie plek. Oh, die heb je ook nog. Ja. Oh ja. Ja, die gebruiken we ook elk jaar. Hey, maar Frits, ik zag jou ook op social media nu een beetje actief. Ja, ik heb jongere mensen bij me werken, hè. Die vinden dat leuk. Jongen, moet op TikTok. Ik zeg, hoe moet ik daar nou weer mee met TikTok? Maar achteraf, ja, ik krijg heel veel leuke reacties, ook van kinderen, weet je wel. Echt voor de jeugd is het. Ja, precies. Ja. Oude mensen zoals ik zitten eigenlijk niet op TikTok, maar ze vinden het... Zelfs mijn kleindochter van 3 zegt, hey opa. Je moet wel bijna tegenwoordig. Ja, je moet wel, ja. Een beetje met de tijd mee, hè? Ook al ben je zo oud. Maar kan jij nog even jullie beroemde slogan van de Rijswijk nog even voor de kijkers van AFP misschien? Vuurwerkhal.nl, alleen het beste. Dat is de slogan. Dat gaat tegenwoordig gewoon meer ABN dan vroeger, volgens mij. Ja.
Nee, maar dat klinkt goed. De Rijswijkse vuurwerkhal. Alleen het beste. Ja. Kijk, ja, dat is het. Ja. Maar het is nu ook de Zoetermeerse vuurwerkhal. Ja, dat mag dus, dus we houden gewoon vuurwerkhal.nl aan. Ja. En je Zoetermeer, dat wordt ook nu voorbereid? Ja. Oké. Okay. We hebben al pallets leeg gemaakt. Dus de ompakbunker die is al redelijk gevuld. Ja. En alleen de winkel is nog niks aan gedaan. En daar heb ik twee dagen de tijd voor nog, dus dan weet je het wel hoor. Oké, okay, nou ja. Nou, wellicht komen we daar misschien nog eens even kijken. Ja. Dan, het zou leuk zijn. Ja. Perscontainer aansluiten. Ja. Ik ken die handen dat de ton allemaal weg gaan gooien. Eigenlijk moet ik dat zo even doen. Ja. Ga je mee? Wat ga je doen, Peter? Hout halen. Hout voor halen? De, ja, voor een stellingje maken voor de. Of plankdragers, zeg maar, van maken. Moet je het allemaal zelf doen? Ja, je moet toch wat, hè? We hebben geen personeel ervoor. Nee. Ah, nou. Eentje ligt in het ziekenhuis, dus dan weet je het wel. Oh, oké. Ja. Nou, wetenschappen was. Ja. Nou, we gaan mee dan, hè? Oké, okay, goed. Hele grote oren, maar die dingen passen niet. Nee. Moet je knijpen gewoon. En ik heb al gehoorschade, dus een beetje veel vuurwerk afgestoken. Afgelopen, wat is het? 60 jaar. Kijk, hier nog een dingetje opgezeten. Ja. Wat wil je hiermee dan? Deze? Ja, het is leuk om dat je hier nog even op de balie laat staan. Dus ook. Alleen ze hebben die dingen ook nog even geleden. Ja. Sketbox. Deze kant? Nee. Ja, dat kan wel. Dat is wel lachen. Wat is daar nou gebeurd? We een klein brandje gehad. Oh. Dat is even wat fout. Met een demo. Die hadden we toch een sketbox, ja. Nu wel, als dummy wel. De mijne A, die is... Die heet nu anders, maar dat was meer om een beetje die tippelcompounds eruit te halen. Want dat wilde de overheid graag. Okay. Het is niet verboden. Maar ja, dus je weet het, de mensen lonten ze allemaal door. Wat eigenlijk ook de bedoeling is. Dan beter één keer iets aansteken als drie keer, want het is veel veiliger. Ja. Maar ja, dat weet de overheid nog niet. Zijn we op dat betreft begrijpen ze weinig. Hm. Maar daar hebben ze dus een melding van gemaakt? Of? Ja, net zoals met die cakejes, dat ze die voetjes er weg willen hebben. Weet je wel? Ja, die cakejes worden allemaal lager. Een bepaalde hoogte moet de hoogte. Moet één kant moet anderhalf keer zeg maar 150% zijn van de hoogte en de andere moet 100% zijn van de hoogte. Okay. Dus dan zijn ze gewoon stabieler, maar dat betekent dat je heel veel gebakken lucht krijgt in die cake. Ja. Ja, en als ik nou die dummies laat staan tijdens de verkoop, dan zijn er presteren ze gewoon om die dummies te stelen. Worden de dingen gestolen hier? Ja. Ja, als ze kans krijgen dan. Ja, zo. Ze pikten zelfs in Zoetermeer. Nee, hier stond een tafel en er stond een rek hieronder met 2,5 inch mortieren. Ja. Haal ze gewoon die buis weg. Nee, joh. Ja.
Dat ik denk van nou, dan ben je een sukkel. Ja, het is er hartstikke druk hier, dus je hebt nog niet zo. Nee, dat heb je niet. Er loopt hier wel een heleboel mensen rond, ja, maar je hebt het niet in de gaten. Joh. Nee, dat wil ik. Ja. Nou, het staat er netjes bij. Ja, het ziet er wel redelijk uit, toch? Ja. Heel veel grijs, bruin, het is het. Ja, dat is wel, ja, die ja, dozen look. Ontkom je niet aan, hè? Ja. Ja, ik zou die ene nog naar boven kunnen zetten, die bulldozer en die construction. Maar ja, ik heb liever een beetje kleur nog daarnaast, ja. Toch? Nou, ik vraag aan de AFP'ers wat ze ervan vinden. Ja, dat is goed. Als ze zeggen, joh, al die bruine dingen moeten naast elkaar. Ja, even een reactie achterlaten onder deze video. Dus, ja. Ja. Gelijk de deur weer op slot doen. Ja, dat is belangrijk. Ja. De rat eruit. Ja. Druk hier op. Hier de deur. Alles uit. Ja. Oh, ja. Ja, energie kost tegenwoordig verboden. Ja, echt hè. Je krijgt een rekening van 100 euro. En dan zit er 60 euro energiebelasting en 40 euro verbruik. Dat stel je oplichters. Ja. En je was aan het vertellen, die rollen van een... Die rollen. Ja. En ik zeg tegen die man ook, ik zeg, je bent niet legale rollen gewend. Ja, maar die mogen jullie nu toch verkopen? Ik zeg, nee, ik zeg, ik koop met zwakkruid. Ik zeg, maar als je geen ruzie met je broers wil hebben, ik zeg, moet je bij mij geen rollen halen. Ja. Ik zeg, en elke winkel die zegt, wij hebben de echte. Ik zeg, geloof het niet, het is allemaal baggerzooi. Ja. Maar we hebben toen die demootje gehouden op Malieveld. Ja. Voor de overheid met het... afschaffen van de knalvuurwerk. Ja. Ik denk, nou ga ik ze een demonstratie geven om het verschil te laten zien tussen legaal en illegaal vuurwerk. Ja, ja. Nou ja, er kwamen wat mensen van de gemeente daarna kwamen en van Forum was er een, van Forum en van de VVD en nog een paar en heel veel journalisten. Ja. En toen stak ik een flesrol af die ik uit Duitsland had, legaal ingekocht en een rol van China Red. En toen bleek die rol van China Red gewoon, nagenoeg geen verschil in te zitten. En die stonden wij weg te geven voor 39,95. Dus we hadden gewoon. Maar ja, ik had ook klanten, nog een leuker verhaal. Die kochten steeds een hele bergen rollen. Die gasten bleven rijden. Maar die gingen gewoon de koffiehuizen af. En die verkochten die rollen als illegaal. Ja, ja, en die vroegen €150 voor die dingen. Super. En stonden wij ze weg te geven voor nog geen 14. Dus echt, dat hoor je dan later. Ja. Ja. Maar ik heb ook Cobra 8 af staan steken, die had ik nog nooit in mijn handen gehad. Oeh. Die moest ik helemaal uit Duitsland speciaal transport laten komen. Ja, ja. En, allemaal ADR, gevaarlijk. Ja, dat is echt toestanden. Ja. En die dingen knallen gewoon verschrikkelijk hard. Ja, en dat wil je gewoon niet in de stad, kijk, woon je nergens midden in een polder en je zegt ik steek zo'n ding af. Dan zou ik ook geen problemen mee hebben, maar nee, het is gewoon heel gevaarlijk. Als je ramen staat te trillen, je komt van de bank af een meter. Ja. Afgelopen jaar ook een jongetje in Den Haag, geloof ik, 6 of 7 jaar, die pakt zijn ding op en die klapt uit elkaar. Ik dacht dat hij een idee. Ja, had hij weer van de oom, geloof ik. Dus er gebeuren te veel ongelukken met dat illegale spul. Helaas, het is niet anders. Nee, inderdaad. Maar goed, wel goed dat jullie goede voorlichting geven dan erbij en eerlijk zijn. Ja, en we hebben nog open dagen, of open dagen. Een opleiding voor de kinderen. Oh ja, ja. Vuurwerk afsteken, dat is de 16e in Rijswijk en de 17e in Zoetermeer. Oké, moet je even op de site kijken. Ja, dat staat op de site. En dan kunnen ze een vuurwerk diploma of certificaat halen. Okay, en dan krijgen ze een goodiebag mee met wat spulletjes erin. En, zo proberen we een beetje te doen dat de kinderen het leren op een goede manier. Ja. Want als je dan vraagt, ze hebben 10 kinderen en dan vragen, joh, wie steken jullie wel eens vuurwerk af? Nou, dan heb je altijd papa, doe ik altijd al. Ik zeg, nou, als je nou een rotje hebt, welke kant gooi je die op? Ja, die gooi ik altijd weg van de mensen. Ik zeg, de eerste mag ik geen rotje meer afsteken. Ik zeg, je mag helemaal niet gooien met vuurwerk. Ja, weet je wel? Het zit er gewoon in, hè? Het zit er gewoon in. Ja, precies. Kijk, en daar gebeuren ook heel veel ongelukken mee natuurlijk, want ze gooien er alle kanten op en gooien ze bij iemand in zijn capuchon en die ellende. Ja, ja, maar ja, dan heb je zo met grondbloemen en dingen, als je die afsteekt en je gaat ermee gooien, dat is ook gevaarlijk. Ja. Dus, maar wat vind je van dat al het kleine spul nu weg is, zeg maar, de single shotjes en knalspullen? Ja, single shotjes, ja, ze misbruikten die dingen. Kijk, babypijltjes heb ik geen, dat waren we zelf een van de aanstichters van dat die eruit moesten. Want ja, als ik aan 100 kinderen vroeg, was er gewoon helemaal niemand die zei ik steek ze op een goede manier af in een flesje.
Nee. Allemaal maakten ze stapels in hele bundels tegelijk, gooien en smijten en gevechten. Hetzelfde met de Romeinse kaarsen. Dus het is echt wel logisch dat die handel eruit is gegaan. Ja, en het scheelt gewoon, het slachtoffer was. Ja. Ja, en die vuurwerkbril. Het is, je bent echt een rund als je geen bril opzet, oudejaarsavond. Ja, precies. En een gordel in je auto achterin moet je verplicht om hebben. Ja. Maar een vuurwerkbril oudejaarsavond na sessie. Ja. Als ze dat verplichten, ben je gelijk van die ellende af. Die dokter Faber, die is geloof ik met pensioen, die heeft nooit meer wat te doen. Maar ook de omstanders vooral, hè? Mensen die kijken vooral. Ja, maar het is gewoon heel dom, want natuurlijk kan er wat gebeuren. Het is handwerk allemaal. Er kan een cake uit elkaar klappen of omvallen door omstandigheden. Ja. Als er een keer een hefdruk in een pallet is gegaan en die heeft wat geraakt. Als wij het vuurwerk tegenkomen wat beschadigd is, dat gaat absoluut niet in de verkoop. Nee. Dat gaat gewoon, we moeten apart opslaan. En dan oudejaarsavond hebben we vaak voor de zaak nog een showtje. Nou ja, wij weten hoe we ermee om moeten gaan als er wat beschadigd is. Ja, precies. Dus, we zijn ook pyrotechnicus, dus dat scheelt allemaal. Ja, precies. Blijf wel pyrotechneut, hè? Dat is precies. En een pyromaan, dus dat hoort erbij. Hè? En je steek je nou zelf nog af, eind van het jaar? Ja, ook nog. Ook nog? Ja, en dit jaar kom ik heel uitgerust thuis. Ja, zondag is de 31ste. Ja. Zondag is de 31ste, ja. Ja, ja. Dus daar gaat wat mooiste lucht in dan. Daar gaat wat mooiste lucht in. Ja. Als er nog wat over is, hè? Want de klanten gaan voor. Hè? Ja, dat is wel. Je kijkt gewoon wat er nog en in. En ik kijk wat verweer het is. Ja, kijk, als het soort regent, dan neem ik wel wat dingen mee om te testen hoor. Want ik test vaak dingetjes nog even. Ja. Als er wat over is, van joh, kijk hoe het dit jaar is. Ja, precies. Want je koopt wel eens wat en dan achteraf blijkt het heel anders te zijn dan het jaar daarvoor. Ja, ja. Maar ja, dat zie ik dan in januari wel op de voorraad. Ja, precies. Hoe ze erover denken. Ja, en de AFP-discord tegenwoordig, hè? Ja. Ben je al lid, Frits? Nee, ik word lid. Ik heb gehoord dat ik dan het oudste lid ben. Dus dat wordt wat. Ik had er nog niemand in mijn leeftijdsgroep, zag ik. Nou, we gaan je verwelkomen. Helemaal top. En nou, super bedankt ook voor je rondleiding weer hier. Ja, graag gedaan, Jan. Ja, hele goede verkoopdagen dan dit jaar, hè? Het zal wel lukken, denk ik. En we houden contact. Ja, is goed. Zo, dat was wel leuk. Even een middagje bij de Rijswijkse vuurwerkhal bij Frits. Jullie hebben kunnen zien dat er heel wat moet gebeuren voordat je kan verkopen. Dus hopelijk hebben we dat een beetje kunnen laten zien op deze manier. Alleen helaas, geen levering vandaag, dus geen vuurwerk geleverd. Er zouden ongeveer 7 pallets door Rubro worden geleverd. Maar Frits was een beetje in de war. Hij zei vandaag, maar het zou vrijdag pas zijn. Dus vandaag woensdag 6 december. Dus we hebben wel veel kunnen filmen in de showroom en in de bunkers. Even meegeweest met Frits naar de houthandel voor de planken. Maar geen vuurwerk geleverd. Maar goed, dat gaan we de volgende keer wel een keer filmen. Als het misschien wel draait zo einde van het jaar. Vond je dit nou een leuke film? Geef even een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Hè? En doe even dat belletje aan om niks te missen. En dan word je op de hoogte gehouden. Nou, we zien je graag weer bij een volgende video van AFP Vuurwerk. Tot de volgende keer.